SZF-verzekerden zijn in de afgelopen periode vaker geconfronteerd met het zelf betalen van hun medicijnen bij apotheken. De directeur van het staatsziekenfonds, SZF Amar Ranjit Singh, erkent dit probleem. Hij geeft aan dat er een prijsaanpassing moet komen voor medicijnen. Momenteel is de koers voor medicijnen op 14 SRD, terwijl de huidige koers al boven de 21 SRD is. Ranjit Singh zegt dat er thans wordt onderhandeld om het ongerief van bij- en of volledig betalen voor medicamenten weg te werken. Je moet wel rekening houden, er zijn twee zaken die spelen. Er zijn klappermiddelen en niet-klappermiddelen. Voor niet-klappermiddelen moet je altijd betalen. Voor klappermiddelen geeft SZF dekking, waarvan een polis voor water. Met team, er is overeengekomen, een bedrag, ik zeg maar Calpol, mag een apotheek verkopen 70 SRD. Nu heb je een prijsverschil, een apotheek koopt duurder in voor 90 SRD. Dat wil zeggen, als die prijs 90 daar is, moet apotheek bij ons ontheffing vragen. Ja, en dan geven we ontheffing voor een maand. Omdat SZF werkt met BGVS prijslijst. Dat is het verschil. En dat gebeurt niet altijd op tijd. SZF-directeur Ranjit Singh geeft aan dat het SZF er constant aan werkt om te voorkomen dat verzekerden zelf voor hun medicijnen moeten betalen bij apotheken. In dat kader hebben zij sinds het vorig jaar een bedrag van 24 miljoen SRD betaald voor medicijnen aan apotheken. Dit bedrag moet dienen als het verschil voor apotheken, in geval ze hun medicijnen duurder hebben ingekocht. Alhoewel ik net ook zei dat de koersen een discrepantie tonen van 14 naar 21, mag ik u wel meedelen dat afgelopen jaar wij 6 miljoen hebben betaald en periode januari tot en met juli 6 miljoen SRD. Als je dezelfde periode vergelijkt in 2021, dan zie je dat we 18 miljoen al hebben uitbetaald aan medicijnen. Directeur Amar Ranjit Singh van het Staatsziekenfonds. Het SZF geeft ook aan dat in geval een verzekerde bij een apotheek moet betalen voor medicijnen, de persoon in kwestie zijn of haar recept niet daar moet achterlaten. Ze kunnen deze dan indienen bij SZF voor restitutie.